Ford introduceerde vorig jaar een nieuwe versie van deze Transit Custom. En dat was toen eigenlijk best wel groot nieuws, net omdat de vorige generatie intussen al dateerde van 10 jaar geleden. 10 jaar voor personenwagens is dat een eeuwigheid, maar in de bestelwagenindustrie valt dat eigenlijk best wel mee. De vernieuwingsdrift van Ford had zo zijn redenen. Voor deze review kiezen we voor een dieselvariant, maar deze nieuwe generatie moet ook uiteraard aan de stekker kunnen. En het vorige platform bood onvoldoende ruimte om de batterijen die daarvoor nodig zijn een plek te geven. Tabula rasa dus aan de tekentafels. En dat laatste mag je eigenlijk best wel letterlijk nemen, want deze nieuwe generatie van de Ford Transit Custom staat op een volledig nieuw platform, terwijl zijn voorganger zijn onderstel nog moest delen met zijn grote broer, de Transit 2 ton. Een geheel eigen platform betekent meteen ook dat de Transit Custom van vandaag helemaal op maat van zijn taak is ontworpen. Wat dat in de praktijk betekent, zal u zich afvragen. Wel, hij is 100 kilogram lichter en, kort door de bocht, betekent dat 100 kilogram meer laadvermogen. Transportondernemers zullen het graag horen. De plaatselijke loodgieter zal wel raad weten met die bijkomende kilo's laadvermogen. Daarnaast moest de wielbasis verlengd worden omwille van de batterijen en dat betekent dan ook weer meer laadruimte. De Nederlandse voetballer van weleer, Johan Cruijff, zei altijd dat ieder nadeel ook een voordeel heeft, maar omgekeerd geldt dat in het geval van de Transit Custom evengoed. Wie zijn Transit Custom louter voor het vervoer van pakketjes gebruikt, zal er niet om malen, maar wie ook een bestelwageninrichting in zijn Transit Custom wil monteren, houdt er wel van dat een bestelwagenbouwer een beetje binnen zijn normale afmetingsnormen blijft. Het is trouwens geen toeval dat we hier bij een dieselversie staan, om de hele eenvoudige reden dat er nog geen volledig elektrische variant beschikbaar is. Wie dat wil, kan wel kiezen voor een plug-in hybride benzineversie. De toekomstige volledige elektrische versie zou een rijbereik van 327 kilometer krijgen. Beide versies mogen ook tot 2 ton slepen. De door een dieselmotor aangedreven Transit Custom doet het op dat vlak beduidend beter, met een sleepvermogen van liefst 2,8 ton. Ford begrijpt dus dat in bestelwagenkringen de diesel nog altijd koning is. Dat bewijst de autobouwer door maar liefst 5 versies op de markt te gooien. 3 handgeschakelde bestellers met respectievelijk 110, 136 en 150 pk en 2 uitvoeringen die hun vermogen via een automaat naar de aangedreven wielen leiden met 136 en 170 pk. Wie opteert voor de automaat kan meteen ook een AWD of integraal aangedreven versie bestellen. En dat is de uitvoering waarmee wij de baan optrekken. Rijden doet deze 170 pk sterke bestelwagen met achttrapsautomaten overigens als een trein. Jawel, en eentje zonder vertraging. Accelereren doet hij als de beste en ook bij hernemingen blijft hij heerlijk bij de les. Alleen jammer dat ons testvoertuig geen lading aan boord had, want dat maakt hem natuurlijk wel wat vaardiger. Dat hij in het werkelijke leven met een volledig benut maximaal laadvermogen van 1286 kilogram zou zijn. Die stevige sprintcapaciteiten gaan overigens hand in hand met de voor bestelwagens uitgelezen handelbaarheid. Daar zit een semi-onafhankelijke achterwielophanging voor veel tussen. Met een gemiddeld verbruik van 7 liter per 100 kilometer scoort de Ford Transit ook aardig. Al moeten we ook hier vermelden dat hij deze score in niet geladen toestand liet optekenen. Zijn er ook nadelen? Jawel, die zijn er. En dan komen we nogal snel bij het geluid uit. Klinkt een beetje gek, maar motor- en windgeluiden zijn nogal nadrukkelijk aanwezig wanneer je de 170 pk motor te sporen geeft. Daarnaast heeft Ford zijn Transit Custom een erg uitgebreide update op elektronisch vlak gegeven. Het mooie grote aanraakscherm maakt ons gelukkig, maar de soms wat pedante veiligheidsvoorzieningen doen dat geluk jammer genoeg wat afbrokkelen.